bijna een week verder en onze bioscoop is af. Daar zitten we dan. Ik lees de comments wel. Een bioscoop bouwen in de kelder van mijn nieuwe huis. Dat is wat we in deze video gaan doen. Abonneer even, dankjewel. Yo yo, dames en heren. Het is weer tijd voor een nieuwe video bij mijn nieuwe huis. Het blijft insane. Ik snap er nog steeds niks van. In de vorige video konden jullie zien dat we een geheime kamer in het huis hebben gemaakt. Dat is fucking vet. Maar wat we vandaag gaan doen is nog vetter. Moeten we naar beneden, de kelder in. Ja, dames en heren. Wow, what the fuck. Hier in de kelder hebben we meerdere fantastische ideeën. Kijk, we hebben hier natuurlijk ruimte voor shit. Hier in die ruimte daar komt ook een gek iets. Maar in deze video gaan we aan deze kant werken. Hier willen we een bioscoop gaan maken. Ja, dit raampje is fucking vies. Kijk dan. Kijk al die spinnenwebben daarboven. Dan volgt nu het bioscoop in de kelder plan. We beginnen met muren te maken, zodat het echt een kamertje wordt. En binnenin straks een beamer met een scherm, popcornautomaat en noem maar op. Een echte bioscoop vibe. En dat gaan we natuurlijk niet alleen doen. Morgen! Daar is het, joh. Ja, heerlijk, man. Wat een paleisje, gek. Welkom in de Cheesecake of zo. Ja, maat. Onze basbaas is de bioscoopbouwhulp voor vandaag. Hij heeft 3 uur gereden vanuit het noorden om te komen helpen. Oh. Ja, je ruikt de vuilnisbelt. Ja. Ik weet wel wat daar gaat komen. Waar zo, in die boom? Ja, ook, maar in de grond. En in de grond? Ja. Kom maar eens even hier, Bas. Ik kom maar eens even hier. Schuif je kast eens of zo? Hij rolt gewoon. Och, hij rolt. Ach, knijtjes, ja! Nee! Wat? Hier gaan wij vandaag aan de slag, Bas. Wat is dit grote kerel? Goed dan. Ja, jij moet. Ik ook heel erg zo. Wat? Ja, man. Hé, hey, hier ook nog, ja. Ja. Wat? Ja, hier komt. Honderden euro's aan inkopen werden weer gedaan. En toen kon het feest beginnen. Oké, we hebben eventjes lekker inkopen gedaan voor dit bioscoopproject, maar dat kan natuurlijk niet in deze kleren, dat kan niet, hè? Nee, dat kan niet. Dus... Hoppa! Kijk eens even aan. Bas, die komt wel als een echte werkman, hè? Let's go! We gaan lekker klus. Oké dan, ik heb hier zoveel zin in, het eerste project in de kelder van velen. Mooi! Ja, dat is heel mooi. Nou, bak is klaar. Ah, je doet. Ja, kijk eens aan, dames en heren. Een deur begint zich te vormen. Ah, dit is al de tweede keer dat ik aan deze balk knetterhard mijn hoofd stoot. Misschien wel het veiligheidstape opplakken. Nee, van mij. Oh. Dames en heren, kijk eens. Het wordt hier wel echt een hol. Lampje aan. Ik zie het hier wel gebeuren, hoor. Een echte home cinema. We hebben de ruimte best wel uitgebreid hier. Er komt daar straks de bank, popcornautomaat. En dan hier het bioscoopscherm.
secret room. Lekker geslapen, Bas? Ja, heel lekker slapen, gek. Hoi. En wat doe je dan als ontbijt hier in Limburg? Een lekker stukje kruimelvlaai. Cheers, mate. Proost. Proost. Eet smakelijk. Die ochtend zijn we weer flink aan het inkopen geslagen. Dat was gezellig. Hey Ties, waar ben je dan? Waar ben je nou? Zo, we hebben dikke vloerbedekking gekocht. Je ziet ook echt niet. Nou, aardig wat honderden euro's armer. Dat is wel echt veel hoor. Ja. Dat is echt veel uitgegeven. Voor het goede doel, hè? Voor een zieke thuisbioscoop. Zo. Nou, we gaan rijden. Voor zover dat nog veilig kan. Waarom heb je oordeel voor? Vond ik cool. Even achter de schermen voor al Thies' fans. Dit is hoe Thies achter de schermen klust als de camera uit is. Ja. Jullie kennen lang niet Thies zoals ik hem ken. LED-verlichting er tegenaan. Tussen al dit harde werk door hebben we wel een stukje Limburgse kruimelvlaai verdiend. Lekker hoor. Ja, de muur zit goed onder met zwart. Cheers. Wat is de volgende stap? Gordijnen? Gordijntjes, vloerbedekking. Ja. Smakelijk. Aito. We gaan eens even kijken qua gordijnen hoe we dat aan gaan pakken. Deze komen dus aan die andere muur te hangen. Boah, moet je kijken mensen. Het wordt al echt een bioscoopgevoel. Dit ziet er toch dik uit. Dit is ziek. Ben je tevreden? Ja, zeker. Tevreden. Ze moeten er nog even uithangen, die gordijnen, maar dan... De dikste plooien er even uit, inderdaad. En dan gaan we nu voor gekke LED-decoratie. Dat zie je vaak in een thuisbioscoop van die zieke muurverlichting. Woe! Nou, kijk eens even aan. Nu hebben we hier dus perfect een overhangende ruimte om de LED-strip te doen. En hier bij deze in het midden hadden we het erover om een klein tafeltje te maken. Misschien met bier of met bekerhouders en zo. Bam! Ho! Ja, ja, ja! Dit is knetterziek. Bas die begon aan zijn 3 uur lange reis terug naar het noorden. Bas maat, hartstikke bedankt voor de hulp. Het was weer gezellig. Vergeet zeker niet het kanaal van Bas te checken in de beschrijving voor zijn eigen gekke content. Bas Baas op YouTube. Abonneer even. Het is gelukt. LED-verlichting in onze bioscoop. Wauw. Oh, disco. Flink wat licht vandaan, zoals jullie zien. We hebben het raampje dicht geductaped. Valt hij wat minder op, maar kunnen jullie wel nog lekker doorluchten als we dan een keer willen. Ja, de bekabeling moeten we wel nog een keer fatsoenlijk wegwerken. Yes, zo doe je dat. De kabels werden mooi weggewerkt. En de panelen geschilderd
En toen konden we 40 minuten gaan rijden voor een bioscoopobject. Dames en heren, we hebben inkopen gedaan voor de bioscoop. Jullie willen niet weten wat er achterin ligt. Het was weer een bankdaling. Het wordt een duur videootje, ja. Oh shit, bro. Een fijne bank. We zagen deze op Marktplaats staan en we waren direct verkocht. Dit is echt een bioscoop-vibe bank. Ja. Niet? Ja, echt waar. Ja, kijk hoe groot dit kus is. What the fuck, wat een worst. Zeg maar, hey. Zeg maar, ik heb echt alles afgezocht voor een paar mooie bioscoopstoelen. Maar alle bioscoopstoelen waren of te duur, of te oud, of vies en gebruikt. Dus een bank is ook eigenlijk beter. Kunnen we beter chillen. Maar we laten hem nog even zitten, want we hebben nog wat werk te doen. Ik heb een beamer gekocht, waarmee we de films gaan afspelen. De grote vraag is alleen, hoe maak je dat ding vast aan het plafond? En bam, onze beamerhouder is af. Hij is perfect verstelbaar in de goede hoek. Hahaha. Zetten we hem aan. Wow. Yo. Yo, bitches. Het complete bioscoophok is geschilderd. Wow, dat was nog best een werk. We hebben alles bijgepunt, alles nog een laag. Leidingen hebben we geverfd, de muren hebben we geverfd. Zelfs de beamerhouder. Oh ja, en de achtermuur, die is ook matzwart geworden. Dat is toch wel 10 keer zo ziek. We gaan het hok aankleden. We beginnen met vloerdekking. Fuck, wat een hokje binnen. Weet je waar het tijd voor is? Nou? Het is eindelijk tijd voor de bank. De bank! Hij past precies! De perfecte bank voor de thuisbioscoop. 100 euro van Marktplaats, een goede deal. En ook filmposters konden natuurlijk niet ontbreken. En onze bioscoop is af! Welkom! Hier, we hebben popcorn erbij, vers uit onze eigen popcornautomaat. Dit is ook niet normaal! Gewoon in mijn eigen kelder, een homemade bioscoop. Dit is echt een droom die uitkomt. Lekker. Precies hetzelfde gevoel had ik met ons camperproject. Maar ik had niet verwacht dat dit zo ziek uit zou pakken. Jij? Nee, echt niet. Wat begon als een enge horrorkelder... Wow. ...begint langzaam een zieke mancave te worden onder het huis. Maar Ties, het is niet een bioscoop als je er geen film kan kijken. Oké dan, Netflix staat aan. Welke film gaan we kijken in de kelder? Daar zitten we dan. Lekker Greased kijken. Nou, wij gaan lekker een filmpje kijken in onze eigen kelderbioscoop. What the fuck. Joejoe. Joe. Vergeet zeker niet te abonneren, want het volgende project in de kelder wordt nog veel zieker. Bedankt Bas en bedankt Anne voor het helpen en tot de volgende.